Namaste, we zijn in India, een van de economische reuzen. We hebben er juist een vlucht van 10 uur op zitten, Brussel, New Delhi. Vanuit ons hotel Heritage Inn vertrekken we voor een rondrit door Rajasthan, het land van de koning. We moeten zeker langs de tempel van God Ganesha, de beschermeling van de reizigers. In ieder hotel is er voor deze god een kamer, omgebouwd tot kleine tempel. Deze is van een ander kaliber en werd gefinancierd door de rijke klasse Hindoes. Het straatbeeld staat in fel contrast met wat we voorheen zagen aan ons hotel. Iedere Europese toerist wordt aan de India Gate herinnerd dat er ook Hindoes hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van Europa in de beide wereldoorlogen. De India Gate is eveneens het graf van de onbekende Hindoe-soldaat. Volgende bezienswaardigheid: het presidentieel paleis en zijn omgeving. India lijkt ons een modern land, maar deze gedachte krijgt een flinke deuk als we de provinciegrens oversteken. Rajasthan is één en al kleur, geur en mensengevriemel. De straat is het groot warenhuis. De muziek zijn de klanken van het verkeer. Hoe verder we westwaarts rijden, hoe slechter de wegen worden. Dit was vroeger de zijderoute. En het vervoer gebeurt hier soms nog zoals meer dan 300 jaar geleden. Onze chauffeur dwingt respect af door zijn oplettendheid, want de verkeersregels worden hier erg creatief geïnterpreteerd. Onze middagstop. Motel Chandni Midway op de Singhala Road. Men verwachtte ons. En ons middagmaal stond klaar. Zelfs de uisgekko begroette ons. Na een uurtje vertrekken we richting Narnaul en stoppen daar 20 minuten om de Rajasthani-sfeer op te snijden. Complete chaos, klaksons. Voorzichtigheid en veel geluk lijken ons hier de codewoorden. De heilige koeien hebben het allemaal. Later bereiken we Mandawa. We hebben amper 260 kilometer gereden en de zon is reeds ondergegaan. Mandawa is een oude stad gelegen op de zijderoute die vertrok in China en eindigde in Turkije. Het fort werd gebouwd volgens middeleeuwse normen en is nog steeds eigendom van de familie Bhim Singh Mandawa, de oorspronkelijke stichters. Opvallend zijn de vele fresco's die gewijd zijn aan de god Shiva en de heilige koeien.
Uiteindelijk bereiken we het gelijkvloers waar we eerst door het salon moeten. Onze groep zit in de tuin en ze genieten reeds van de verwelkoming. We dromen weg in de Rajasthan-sfeer, de 21ste eeuw nog ver voor ons latend. De volgende morgen, wakker worden in Mandawa-kastel. De chaos, het lawaai en het voorzichtigheidsgevoel is volledig weg. Alhoewel, iedereen wordt stilaan wakker, ook de dieren. Nu zien we eerst waar we uiteindelijk beland zijn en het geeft ons een gevoel van 1001 nacht. In Mandawa staan prachtige huizen, avelis, die vroeger werden bewoond door de rijke koopmansfamilies. Met de tijd verdween de zijderoute en de kooplieden migreerden naar andere gebieden. De mooie avelis verdwenen in de schaduw van de anonimiteit. Diegenen die achterbleven, nam de lagere kasten over. Deze historische huizen zijn nu de belangrijkste toeristische attractie van de stad. Vandaag worden ze nog bewoond door verschillende families. Vanop het dak hebben we een zicht op het Mandawa-kastel en de oude stad. Beneden gaat het normale leven verder zijn gang. De meeste avelis werden gerestaureerd en omgebouwd tot hotel of restaurant. Ze zijn allen versierd met prachtige muurschilderingen met diverse thema's, zoals de Hindoe-goden, de mythologie en de lokale legendes. Iedere aveli heeft zijn tempel. De restauratie is nog constant bezig en wordt uitgevoerd door de Mandawi Art School. Eens terug beneden en zodra we door de oude poort de binnenstad bereiken, herkennen we het India van de dag voordien. Het alledaagse leven speelt zich hier af op de straat. Het is hier alle dagen markt.
Op vraag van de vrouwen stoppen we even bij de stoffenwinkel en kleermaker. Op enkele minuten tijd doet hij al zaken en wordt een sarong aan de man, of beter gezegd aan de vrouw gebracht. Het is middag en we nemen dit middagmaal in een van de prachtig gerestaureerde havelis. Singhasan Haveli is een van de mooiste. Hier zijn de restaurateurs al druk bezig geweest. Op een van de niveaus bevindt zich het restaurant. Terug in ons hotel worden we verwelkomd door het Indo personeel, welk ons een waardig afscheid geven. Morgen rijden we verder. We stoppen nog even buiten Mandawa. Avelis dus. Onze gids vroeg om niet te ver weg te gaan. Overal rijden er tuk-tuks. De ene al iets luidruchtiger dan de ander. We besluiten toch even de kleine zijstraatjes te verkennen. Tot onze verbazing merken we op dat tanden getrokken en verzorgd worden op de straat. Een van de straten is overstroomd. Waterleidingbreuk of iets dergelijks. Och, het zal wel hersteld worden. Nog even verbaasd terug naar de bus. We rijden oostwaarts, richting Tar-woestijn. Met de minuut verandert het landschap in een zanderige vlakte. Maar toch. Aan een tankstation krijgen we de gelegenheid om een lokale souvenirshop te bezoeken. Dit ritueel zullen we tijdens onze reis nog verschillende malen meemaken. Hier kom je alle goden tegen. Krishna, Vishnu, Brahma tot Ganesha. De kledingafdeling is erg gewild bij de vrouwen, dus passen maar die saris. En draaien maar. We rijden nu door de Tar, richting Bikaner
en stoppen bij het Junagard Fort. Dit is de belangrijkste attractie van de stad. Dit fort werd gebouwd in de 15e eeuw door Rao Bika, stichter van Bikaner. Raja Rai Singh, de zesde eerster van Bikaner, maakte van dit fort een van de mooiste die Rajasthan rijk is. De architectuur is Mongools. Alhoewel dit fort niet op een heuvel gelegen is, werd het nooit veroverd. Aan een van de toegangen moeten we eerst voorbij de tempel van Kalka Devi, een van de vele verschijningsvormen van de moedergodin Durga. Volgens overlevering leefde Kalka Devi, een wijze vrouw, in grotten en bereikte alzo het hoogste karma. Het fort werd generatie na generatie uitgebreid, vandaar de verschillende paleizen en binnenpleinen. Oorspronkelijk werd dit omringd door een gracht van meer dan 4 meter breed. De toegang tot de binnenpleinen gebeurt door zilveren of rijkelijk beschilderde deuren. Overal kom je kleine tempeltjes en waterpartijen tegen. De troon staat zelfs midden in een kleine vijver ter verkoeling van de koning. De koninklijke familie van Bikaner woont nog steeds in een van de 15 paleizen. Rond 1800, tijdens de Engelse kolonisatie, werd het verder uitgebouwd en straalt nu in al zijn pracht. In 1961 werd het gedeeltelijk voor het publiek opengesteld en doet dienst als museum. Dit fort heeft een unieke verzameling middeleeuwse wapens en ornamenten van de koninklijke familie van Bikaner.
We stoppen in Deshnok aan de rattentempel van Karnimata. Een zeer bizarre plaats. Gedurende 4 maanden gaat hier het Karnimata-festival door. En vandaag is het zo een speciale dag. Vandaar de grote toeloop. Buiten aan de tempel kan je prasat voor de ratten kopen. Prasat betekent letterlijk gezegend voedsel. Karnimata was een vrome, mystieke vrouw waarvan geloofd wordt dat ze bovennatuurlijke krachten bezat. Ze wordt beschouwd als de reïncarnatie van Durga, de moedergodin. Lange kleurrijke rijen vrouwen, mannen en kinderen staan ongeduldig te wachten voor de tempel. Opvallend is dat wij de enige toeristen zijn. Voor het betreden van de tempel ben je verplicht om je schoenen uit te trekken. Een vriendelijke tempelbewaarder laat ons toe om onze sokken aan te houden. Hij vertelt ons ook dat, als een rat over onze voeten zou lopen, we geluk zullen hebben in ons verder leven. Wij Westerlingen denken eerder aan infecties of besmetting. Via de mooi versierde massieve zilveren ingangspoort betreden wij het heiligdom. Het vergt wel enige moed om blootsvoets de drempel over te stappen. Met Sunny geen probleem, nooit. Volgens de lokale bevolking zijn de ratten een reïncarnatie van hun overleden familieleden. Men koestert ze dus. De ratten zijn overal aanwezig en zien er vies uit. Hier lopen er zo'n 20.000 rond. Ze worden gevoed en in leven gehouden door de priesters en de pelgrims. De vloer is heel vies en plakt van het prasat. Tot onze grote oplichting is geen enkele rat over onze voeten gelopen. We hebben zelfs een albino gezien en dat heeft volgens traditionele uitspraken dezelfde werking. De tempel is vrij klein en na een kwartier lopen zijn we blij dat we terug buiten zijn. En ja, we zijn gespaard gebleven van infecties en ziekte. Dank u, Karnimata. Onze volgende stop is het Heritage Resort Bikaner, gelegen op een 8 kilometer van Bikaner en weg van de National Highway. De ontvangst is er typisch Indisch, met bloemenkrans en een drankje.
Het is een oase van rust. Een heerlijk hotel om even te ontsnappen aan chaotisch India. Tijdens ons avondmaal, buiten aan de zwemdok, worden we vergast op typische volkse muziek uit Rajasthan. We worden ondergedompeld in de Rajasthan-sfeer. Morgen trekken we verder richting Jaisalmer.